Jongens 6 en 7 jaar. Aan het starttrek voor Nevedal, Tim Scharfhoff. Voor de Flying Bikes, Joost Schol. Voor de B-Raiders, Tijmen Langerijs. Voor BMX Apeldoorn, Lars Timmer. Voor FCV Geldermalsen, Brent de Keizer. Voor FC Unitas Assen is het Stijn van Soest. En voor de Flying Bikes, Sven van Brommelen. En dan nog als laatstgenoemde, de Rapid Wheels met Jaden Drent. Heren, succes! Hartstikke, daar is het hek gevallen en dan zien we iemand die stil blijft staan. Maar dan zien we ook iemand die heel rap uit dat hek is hoor. En dat is niemand minder dan Mr. Jaden Drent. Dat kleine mannetje, maar ongelooflijk wat een beeld hebben dat jongetje al heeft. Hij pakt dus de leiding. Van Brommelen komt mee op 2. En dan zien we Assen op 3. En Assen op 3, dat moeten we even kijken, dat moet Van Soest dan zijn. Ja, dat is Van Soest. En wie kan er nog aansluiten? Inmiddels zijn de heren al redelijk los hoor. Ja, het is Jaden Drent, die komt gewoon keurig dat stukje op. Dan zien we nog wel een goede bocht achter in het veld. Maar vooraan lijkt het toch al wel redelijk beslist. Voetjes op de pedalen en uitfietsen. Dus Jaden Drent op 1, Van Brummelen op 2 en Van Soest op 3. Ja, zo lijkt het ook wel naar de finish te gaan. De jongens hebben inmiddels een gat geslagen. En wie kan er nog meekomen op positie nummer 4? Dat lijkt gewoon mogelijk te zijn. 3-21 was het nummer van Brent de Keizer. En dan is Timmer nog na al zijn marge overwinning in de finale niet verder gekomen dan plaats 6, denk ik, of 5.